30 jaar lang heeft de overheid niets gedaan. Politiek, pappen en nat houden. En nu ligt de natuur op zijn gat en heeft de rechter gezegd, eerst de natuur beschermen en dan pas weer vergunningen voor bijvoorbeeld nieuwe woningen. En vandaag gaan we een paar misverstanden over stikstof en de natuur wegnemen. Nou, ben benieuwd wat er binnenkomt. Het gaat om stikstofverbindingen en die komen uit industrie en verkeer en huishoudens voor een klein deel. Maar het grootste gedeelte van dat soort verbindingen komt uit de landbouw. Nou, dat gaat de lucht in. En ja, dat komt dan in de buurt neer als in de vorm van voedsel op plantjes die dan veel te snel gaan groeien en andere verdringen. De brandnetel doet het bijvoorbeeld heel erg goed. Had ik al verteld dat je het eigenlijk ook kunt vergelijken met als je elke dag als mens naar de McDonald's gaat en alleen maar fastfood eet, dan word je gewoon ongezond. En dat is ook met die stikstof. Het is gewoon voedsel wat uit de lucht komt vallen en dan wordt de natuur obese eigenlijk. En dat is niet gezond. Het is hartstikke groen overal, jullie maken je druk om niets. Ja. Dus ik ga uitleggen wat biodiversiteit is. Dat is echt het allermoeilijkste. Dus, nou, van de veldlevering. 80% is verdwenen. Gaat heel slecht ook met onze nationale vogel, de grutto. Nou, die gaat in een weiland. Een weiland, dat heeft geen niveauverschillen meer. Daar zit eenvormig gras, grasveld. En die jonge vogels daar, die willen insecten eten. Maar 80% van de insecten is verdwenen. Die willen wormen eten en gezonde zaken uit de bodem. Maar ja, die bodem die zit vol mest. Dus daardoor hebben die vogels minder overlevingskans. Ze zijn beter zichtbaar in dat veld, omdat dat helemaal strak is getrokken. Dus ja, daarom gaan die vogels weg. Het is een kettingreactie. En die maakt ons armer. Dus we zijn al heel zwaar ziek. De natuur is al gewoon heel erg ziek. Het is echt een stervende patiënt die er misschien nog best wel goed uitziet. Als veel boeren moeten stoppen, hebben we straks allemaal lege schappen in de supermarkt. Dat willen we toch niet? Ja, dit is echt ongelofelijke onzin. Van de Nederlandse landbouwproducten wordt 70% gaat over de grens. We zijn de grootste vleesexporteur van heel Europa. En dit nieuws is alleen maar bedoeld om ons een beetje bang te maken. Dus ja, misschien zal er wel iets minder geproduceerd worden. Maar die schappen gaan niet leeg. Dat is echt een loos dreigement. Stikstofplannen zijn gebaseerd op modellen en niet op de werkelijkheid. We moeten meer meten voordat we maatregelen nemen. Elke keer weer de cijfers ter discussie stellen. Ga kijken in de natuur. Het gaat gewoon slecht. Die planten verdwijnen. 80% van de insecten is verdwenen. 80% van de veldleeuwerik is verdwenen. Hoeveel informatie wil je nog hebben? Bij de coalitieonderhandelingen hadden we zo'n stapel wetenschappelijke rapporten op tafel liggen. We weten in ieder geval meer dan voldoende om aan de slag te gaan. Zeker als je bedenkt dat sommige gebieden, zoals de Peel, hebben een 500 tot 600% overschrijding van wat dat gebied aan stikstof kan hebben. En wetenschap is ook maar een mening, dat geldt voor D66 niet. Al die wetenschappers zijn langs geweest en die hebben ons verteld de manier waarop we het nu aanpakken, per gebied, dat is de manier hoe je het moet doen. Wij moeten de keuzes maken, maar dat doen we op basis van de wetenschap. En die ontkennen, ja, dat vind ik, dat hoort gewoon niet bij de politiek. Ah ja, deze hoor ik heel vaak. Die politiek die heeft natuurlijk jarenlang gedaan aan pappen en nat houden. Elke 4 jaar kwam er weer nieuwe wetgeving op die boeren af. En dat komt allemaal op die boerderij samen, werkt elkaar tegen. 2016 fosfaatrechten, nu hebben we het over stikstof. We weten nu al dat we de kaderrichtlijn water in 2027 niet gaan halen. En elke keer maar regeltjes, regeltjes, regeltjes. En daarom ben ik ook de politiek ingegaan, want dat gaat gewoon niet werken. Het huidige model is gewoon failliet. En we moeten naar die kringlooplandbouw en dat kunnen we ook. Dus D66 heeft een hekel aan boeren. Ik heb juist een heel warm hart voor boeren, want ik zie hoe moeilijk het nu is en dat het gewoon niet werkt. Een varkenshouder krijgt 10% van de opbrengst van een varken. 60% is voor de veevoerverkoper en 30% is voor de slachterij. Dus het gaat helemaal niet goed met boeren. Dus juist heb ik me ingezet, zet ik me van dag tot dag in voor de toekomst voor de boer. Maar wel met een beter verdienmodel. Dus je kunt als politiek wel blijven zeggen van jullie zijn de beste boeren. Ja, natuurlijk. Maar niet op de manier zoals we het nu doen. Ten koste van de boeren en van de omgeving. En daarom heeft D66 zich in het coalitieakkoord ook echt ingezet om boeren een beter verdienmodel te geven. Met minder dieren, meer verdienen. En dat moet nu wel worden uitgewerkt. Eindelijk gaan we dat nu doen. En eindelijk komen nu de wetten om de natuur weer te gaan herstellen en achteruitgang te voorkomen. Want wat goed is voor de natuur, is niet per se slecht voor de boer. Ja. Wat ik heel graag wil weten, er zijn natuurlijk ook heel veel boeren die
al een kringlooplandbouw doen, al heel veel stappen hebben gezet, meld je hieronder. Dit was Debunked, tot de volgende keer. De bijen hebben we nodig voor de bestuiving van fruit. Bomen. Ik ben heel benieuwd of je Nederland ook mooier wil maken. Of je de weidevogels weer wilt horen. Of je de insecten misschien wel tegen je voorruit wilt hebben. Ja, jullie kennen natuurlijk de BBB. De bramen, de brandnetels en de berenklauw.